Verschillende regio's in Europa produceren een nutriëntenoverschot. Er is een overvloed aan mest in de veehouderij, maar ook stedelijk afval, zoals huishoudelijk voedselafval, groenafval of menselijk afval in de vorm van rioolslip. Toch moeten landbouwers kunstmest aankopen om het gewas te voorzien in de nodige plantvoedingsstoffen. Nochtans zijn er al innovatieve technologieën beschikbaar die bestaande nutriëntenoverschotten kunnen recupereren voor gebruik op het veld. Zoals ammoniumzouten bijvoorbeeld. Die halen we uit mest via ammoniakstripping of uit de stallucht via chemische luchtwassers. Ammoniumzouten zijn ideaal om stikstof in de bodem te injecteren. Een ander voorbeeld is compost. De samenstelling kan variëren, dat is afhankelijk van de oorsprong. Compost is een uitstekende bodemverbeteraar. Een derde voorbeeld is struviet. Deze korrels worden geproduceerd uit de dunne fractie van de mest of vergist rioolslip. Struviet is een traagwerkende fosformeststof. Dit zijn slechts enkele mogelijke technologieën ontwikkeld om lokale nutriëntenoverschotten te recupereren. Herwonnen meststoffen als alternatief voor kunstmest heeft veel voordelen. Door het lokale gebruik van het nutriëntenoverschot werk je mee aan een circulaire economie. Het transport van het fosforoverschot uit mest naar regio's met een tekort reduceert de nood aan import van rotsfosfaat van buiten Europa. Bovendien toont ons onderzoek aan dat deze herwonnen meststoffen gelijkwaardig kunnen zijn aan kunstmest en dus dezelfde gewasopbrengsten kunnen garanderen. En dat terwijl je kosten bespaart. Overweeg voor jouw volgende bemestingsstrategie dus zeker herwonnen meststoffen. Meer weten? Contacteer ons voor meer informatie.